Vanaf nu gaan wij op regelmatige basis in gesprek met de mensen die het voor het zeggen hebben in de provincie. We hebben een flink aantal bestuurders uit Flevoland uitgenodigd voor een goed gesprek. Nou ja, nu zat niet iedere burgemeester daar heel erg op te wachten, maar burgemeesters uit Almere en Noordoostpolder, de commissaris van de Koning en de dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland zeiden allemaal ja, gelukkig maar. Vandaag het gesprek met burgemeester van Noordoostpolder, Auke van der Werf. Meneer van der Werf, bijzondere week was het natuurlijk. De week van de gemeenteraadsverkiezingen. Drukke tijden voor een burgemeester ook echt? Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Want dat proces van zo'n verkiezing, dat is druk. Maar politiek gebeurt er even helemaal niks. Dus, en dat duurt dan wel een paar weken. En dat duurt straks ook nog wel een paar weken door. Maar met de organisatie, daar heb je het wel druk mee. Ja, want je bent daar verantwoordelijk voor burgemeester. Hè? Voor het ordelijk verloop van die verkiezingen. Dat klopt, ja. Ja. Is dat naar uw smaak goed gegaan in Noordoostpolder? Ja, ik ben daar heel tevreden over. Ik vind het wel altijd spannend, want het is een onvoorstelbare organisatie. Als je dat bedenkt, hè, de dag van tevoren worden die stemlokalen al ingericht. Dan om 6:00, 7:00 morgens moeten die bussen er gebracht worden. En dan om 7:30 moet het operationeel zijn. We hadden 26 stembureaus. Allemaal bevolkt in 2 shifts. Een morgenploeg en een middag- en avondploeg. Dan moet er geteld worden. Dus een enorme organisatie. En dat moet allemaal dan, uiteindelijk moet het kloppen. Nou, het goede nieuws was dat we vanmorgen hebben vast kunnen stellen dat het allemaal klopte. Er waren 0 bezwaren ingebracht, dat is ook al bijzonder. Dus enige opluchting maakt zich ook wel weer meester voor mij. En waar let u dan vooral op zo'n verkiezingsdag? Nou, zelf let ik vooral op dingen als van hoe gaat het in een stad? Hey, ik rijd wat door Emmeloord, ik rijd wat door ons buitengebied. En ik vind het prachtig om te zien dat het een bijzondere dag is. Dat je ziet allemaal mensen op straat lopen die met de kaart in de hand naar het stembureau gaan. Feest van de democratie. Echt hoor, echt. Ja. Je voelt gewoon aan de sfeer dat het anders is. En ik kijk niet zelf nog weer met een bijzondere kritische bril. Want ik heb gewoon het volste vertrouwen in dat het allemaal goed geregeld is. Ja, het is natuurlijk wel zo dat er nog een incidentje was rond de Poldertoren. Hè? Er was een groep SP'ers die daar wilden gaan stemmen. Dat was ook bijzonder dat daar überhaupt een stembureau was. Dus dat trok al enigszins de aandacht. Dus ze dachten waarschijnlijk ook daar nog eventjes wat publiciteit mee te vangen. Maar ze werden weggestuurd, want ze hadden die SP-uitrusting aan. Ja. Is dat inderdaad een goede beslissing geweest van het stembureau? Mijn informatie is niet dat ze weggestuurd zijn, maar dat de voorzitter ze aangesproken heeft op hun gedrag. En ze verzocht heeft om hun kleding, die heel nadrukkelijk aangaf voor welke partij ze daar stonden, te ontdoen van uiterlijke kenmerken. Want dat mag ook officieel niet, nee, dat je nog propaganda maakt in het stemlokaal. Nee, daar is de gemeentewet heel duidelijk in. En dat is ook logisch, want moet je voorstellen dat je je stem wilt uitbrengen en je voelt je in de nek geheigd door mensen die jou een bepaalde kant uit willen drukken. Dus dat mag absoluut niet. Nou, die voorzitter die heeft dat 2 of 3 keer verzocht. En toen zijn ze ook wel in de hal gaan staan. En uiteindelijk is het niet echt wegsturen geworden. Maar ik kan me het besluit van die voorzitter kan ik me heel goed voorstellen. Want je wilt dat de mensen uit je gemeente in alle rust en in alle vrijheid hun stem uitbrengen. Ja, wordt de burgemeester dan nog even gebeld van hey, er is hier iets aan de hand? Ja, dat kan in dit geval niet. Want het was al opgelost voordat er gebeld kon worden. Maar ik ben wel altijd stand-by. Ja, dan duurt dat stemmen tellen uiteindelijk nog best wel tot heel laat. Hè? En de definitieve uitslag laat dan ook nog eens een dag langer op zich wachten. Want vanmorgen was het dan ook echt duidelijk geworden. Zou er eigenlijk niet op een andere manier gestemd moeten worden dat allemaal een beetje sneller gaat? Nou, het is, je haalt me de woorden uit de mond. Ik herinner me goed de tijden dat wij die prachtige stemcomputers hadden. Ik heb er zelf nooit een enkel bezwaar tegen gehad. Ze moeten, wat mij betreft, heel gemakkelijk zo gemaakt kunnen worden dat ze niet gehackt kunnen worden. En dat was zo ideaal. Aan het eind van de dag, ik was mezelf altijd voorzitter van het stembureau, dan drukte je op de knop en dan rolde de uitslag eruit. En je bracht het stukje met de resultaten bracht je naar het hoofdstembureau en die stopte ze in de computer. En 10 minuten later was de einduitslag bekend. Ja, nu gaan er weer stemmen op dat digitale is natuurlijk heel gevaarlijk. Of dat zou dan onzekerheid met zich mee kunnen brengen, dat mensen daarop kunnen inbreken. Maar zou er dan ook nog op een andere manier misschien met zo'n rood potlood gestemd kunnen worden dat het alsnog sneller gaat? Heeft u vast wel ideeën over? Ja,
Nee, ik heb er geen idee over. Ik weet wel dat je met ponskaarten en zo, die kaarten die je uit kunt lezen, daar worden wel experimenten mee gedaan. Maar eerlijk gezegd vind ik het allemaal een beetje gepruts in de marge. En ook niet passen bij het digitale tijdperk. We doen alles digitaal. Hè? We maken ons geld over digitaal. We corresponderen digitaal. Ik vind dat we ook terug moeten naar digitaal stemmen. Goed. We hebben het stemmen even gehad. Dan wil ik het graag met u even hebben over uw aangekondigde vertrek. U treedt na de zomer ongeveer terug. U wil er eigenlijk niet zoveel over loslaten, heb ik al begrepen. Waarom niet eigenlijk? Ja, ik wil er best heel veel over zeggen. Alleen weet je wat het is? Dan ben je dik een half jaar lang bij aan het afscheid nemen. En dan heb je het er steeds over. Dus wat ik een beetje uitstraal is... jongens, ik ga gewoon door tot 1 oktober... En die laatste 2 weken, dan kunnen we het wel eens hebben over het afscheid. Maar alsjeblieft niet een half jaar lang praten over dat dit de laatste... Het is onvermijdelijk hoor, want gisteren hoeveel mensen niet tegen mij hebben gezegd... Van, ja, dit zijn uw laatste gemeenteraadsverkiezingen. En dan zeg ik steeds maar van, nou, ik hoop het niet. Als burgemeester. Nou, precies, dat is dan weer de nuancering. Dus ik wil het daar niet de hele tijd over hebben. Waarom, zou je kunnen vragen, heb je het dan zo vroeg al aangekondigd? Want dan had je het ook 2 weken van tevoren kunnen zeggen. Ja, dat is om de procedure. Hè. Er moet een hele zorgvuldige procedure gevolgd worden om een opvolger te kiezen. En die vraagt minstens een half jaar. Dus daarom moet je het zo vroeg van tevoren al zeggen. Maar het heeft er misschien ook wel wat mee te maken. Want na deze verkiezingen moet er natuurlijk een nieuw college worden gevormd. Kijk, als iedereen tegelijk weggaat, dat is natuurlijk ook niet zo handig. Hè. Daar heb je vast over nagedacht. Daar heb ik over nagedacht. Ik zou graag nog de start willen meemaken van het nieuwe college. Ook, je bent als burgemeester toch een beetje de verbindende factor. Je weet van tevoren niet welke wethouders terugkomen. Dus ik zou het niet goed vinden als ik precies op dat moment ook de pijp aan Maarten zou geven. Dus ik wil even... Wordt daar trouwens ook dan nog op aangedrongen? Of tegen burgemeesters gezegd van, nou, in zo'n tijd kan je beter niet opstappen? Want dan breng je toch wel een beetje de continuïteit van het bestuur, zoals dat wordt genoemd, in gevaar? Nou, is mij niet bekend. In ieder geval niet vanuit ministeries of zo. En ook niet via officiële richtlijnen, nee. Was het eigenlijk een moeilijke beslissing voor u? Ja. Ik kan rustig zeggen dat dit... de moeilijkste beslissing is die ik, tenminste voor mijn werk, ooit gemaakt heb. Want kijk, ik heb eerder natuurlijk besloten om te gaan solliciteren. En dan laat je ook huis en haard achter. Je ga je ook verhuizen, ga je ook een nieuwe omgeving verkennen. Maar nu was het echt de keus van het prachtige werk wat je doet beëindigen. En dan iets anders gaan doen. En dat... ja, daar heb ik heel lang op zitten omkouwen. Maar dan is er vast een moment geweest dat u dacht, nou, nu ben ik echt wel klaar daarmee. Ja, dat moment is er geweest. En dan ga je vragen van wanneer was het dan? En dat weet ik niet. Nee, echt niet. Nee, we zijn toen in februari zijn we nog een weekje in Thailand geweest. Maar toen hadden we zelf die keuze lang gemaakt. Alleen toen moest het nog bekendgemaakt worden. Dus het is een heel lang proces. Ergens zo rond de kerst of zo denk ik dat ik het voor mezelf besloten heb. Ja, want wie is dat eerste geweest in uw huishouden die dat heeft aangekaart? Wat denk je? Nou ja, misschien toch wel uw vrouw. Ja, helemaal goed. Ja. En met haar hebben we het er natuurlijk over. Want dat zijn toch dingen die doe je samen. Daarna heb ik het met de kinderen besproken. Want dan weet je ook nog dat het binnen de kring blijft. Een enkele vriend heb ik het ermee over gehad. En toen radio stilte tot begin februari. Goed, laten we zo verder praten. Ja, goed. We gaan weer door met het gesprek met burgemeester Auke van der Werf van Noordoostpolder. Ja, en deze gesprekken zijn vooral ook om een goed beeld te krijgen van wat een burgemeester allemaal zoal doet op een dag. Ja, meneer van der Werf, denkt u nou dat inwoners van uw gemeente dat wel hebben, een goed beeld? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is ook een favoriet onderwerp altijd als ik naar scholen ga. Dan vragen kinderen ook altijd van, en wat doet u nou? Ja, dan vertel ik altijd het verhaaltje dat je voorzitter bent van het college, van de raad, dat je de baas van de politie bent. En dan laat je de nuances wat achterwege. Maar een goed beeld van wat je hebt bestaat niet echt in de samenleving. Nee, staat u nou eigenlijk altijd aan als burgemeester? Ja. Hoe is dat? Dat is aan de ene kant is dat natuurlijk goed en moet dat ook. Aan de andere kant is dat wel een van de redenen waarom ik gezegd heb, nou, na 43 jaar werk vind ik dat aspect wel eens anders zou kunnen. Ik heb altijd mijn telefoon bij me. Er kunnen altijd calamiteiten ontstaan, dan moet je er altijd zijn.
Nu zijn er ook wel gemeenten die daar een piketregeling voor hebben. En dat zouden wij ook kunnen doen. Alleen het is er een piketregeling, dan heeft af en toe een wethouder dan de verantwoordelijkheid. Ja. Ja, dan draag je het over. Om de een of andere reden zijn wij er nooit aan toegekomen. Maar het betekent wel dat je eigenlijk altijd wel alert moet zijn. Je kan niet even doorzakken. Want je kunt zo weer in actie moeten komen. Ja, u noemt dat nou, hè? Want er is wel eens een burgemeester die het zijn baan heeft gekost. Ja. Omdat hij tijdens de piketdienst dan toch in het uitgaansleven werd gesignaleerd en niet helemaal nuchter meer was. Ja. Nee, maar dat zijn dat dingen waar u ook wel zich bewust van bent. Ja. Dat je geen enkele misstap dus kunt begaan. Ja, daar ben ik me zeker van bewust. En is mijn leven ziet er ook redelijk saai uit en zo. Dus gelukkig. Ik lig niet zo vaak in de goot dat ik zeg van nou, nee, dus dat gebeurt niet. Maar ja, ik zit wel eens met de auto. Ik zit soms met de auto wel eens een end weg, bijvoorbeeld in het zuiden van het land. Dus dan denk ik van nou, als er nu wat gebeurt, dan ben ik toch een poos onderweg. Dan was het handiger geweest als je een piketregeling had gehad. Dus misschien dat ik dat nog wel meegeef aan mijn opvolgers. Maar weerhoudt u dat dan ook, uw positie ervan, dat u dan vanuit Zuid-Limburg dan met 140 naar huis rijdt? Omdat u dan toch wel gewoon u aan de snelheid houdt? Ja, ik probeer me wel. Ja, 132, dat kan denk ik nog net. Ja. Ja. Een van de taken van burgemeester is ook het bezoeken van jubilerende bruidsparen. Hoeveel bezoekt u er zo in een jaar? Gemiddeld eens in de 2 weken, eens in de 3 weken. Dus ja, het is zeg maar tussen de 10 en de 20. Is dat leuk? Meestal wel. Meestal zijn dat hele leuke bezoekjes. De vraag wordt gesteld door de secretaresse die belt. U bent 60 jaar getrouwd en de burgemeester wil graag even langskomen over 2 weken. Vindt u dat een leuk idee? En als ze dan zeggen van nou, dat vinden wij te spannend of we zijn wat ziekelijk, dan sturen we gewoon een bos bloemen. Kan ook nog zijn dat ze uit beleefdheid natuurlijk niet durven weigeren. Nou, of zou dat niet voor jou? Nee, dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Of dat ze zeggen, nou, die Auke van der Werf vind ik helemaal geen aardige vent, die wil ik niet op de koffie hebben. Dat zou ook nog kunnen. Maar is dat u dan een keer overkomen? Nou, eerlijk gezegd weet ik het niet. Want het gebeurt wel dus dat bezoekjes niet doorgaan. Maar ik heb nog nooit gehoord dat de reden zou zijn. Want ik vind het ook. Het zijn leuke bezoekjes. Het zijn waar ik dan kom. Er zijn meestal nog patente oudere mensen met vaak een heel verleden. Die daar ook graag over willen vertellen. Ja. Meestal gaat mijn vrouw, Aline, gaat mee. En die neemt dan meestal de vrouw voor haar rekening. En ik zit dan altijd naast de man. De man is meestal hardhorend, maar wil graag wel vertellen wat hij allemaal meegemaakt heeft. Mag u luisteren? Ik luister dan, Het is wel een heel zichtbaar deel natuurlijk van uw werk. Het levert altijd weer een foto op in de Huis aan Huiskrant, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het is wel zo dat burgemeesters ook wel eens zeggen, ja, dat is ook wel een belasting. Want mensen worden steeds ouder, dus je krijgt automatisch ook steeds meer echtparen die de 60-jarige huwelijk halen. Merkt u dat ook al? Ja, en gelukkig heb ik ook altijd wethouders die graag die taak over willen nemen. En dat gebeurt ook vrij regelmatig, hoor. Want soms past het gewoon niet in mijn agenda. En je kan ook niet na een kwartiertje natuurlijk alweer de deur uitgaan. Nee. In ons vorige college daar hadden we wethouder Willy Schutte. Ja. En die deed het ook graag. Die verving mij graag en dat vond ik ook altijd een fijne gedachte. Eén keer toen was hij op bezoek geweest en had een prachtig gesprek met de mensen gehad. En was helemaal opgetogen en toen ging hij weg. En toen gaf hij zijn hand. En toen zeiden de mensen van, en wanneer komt nou de burgemeester? Nou is het wel zo dat, Jeroen zei het al, mensen zijn steeds langer getrouwd. Dat je inmiddels nu al 2 keer bij iemand op bezoek bent geweest. Eerst bij hun 60ste huwelijkdatum en dan bij hun 65ste weer. Ja. Denken jullie er wel eens over na, we gaan niet meer 60 doen, maar 65? Nee, daar denken we niet over na. Ja, we denken erover na, maar het is geen enkele overweging geweest. Want het wordt zo gewaardeerd en het zijn zulke belangrijke bezoekjes dat ik wil ze er heel graag in houden. En als je als burgemeester het gewoon niet kunt omdat het veel tijd kost, dan zijn er altijd wethouders die dat voor je over willen nemen. Dus ik zou dat niet willen afschaffen. Ja, je hoort nog ook wel eens wat, neem ik aan, als je op zo'n visite aflegt waar je misschien wat mee kunt. Ja, het is echt leerzaam. Want het zijn vaak mensen die opgegroeid zijn in het gebied, die echt alles ervan weten. En vaak zit de hele familie erbij. Het meest bezwaar
gevaarlijke zijn toch wel de taartjes en de gebakjes. Ja, dat is echt een aanslag op je gezondheid. Ja, nou, u vraagt ze vast altijd, hoe hou je het nou met elkaar uit zo'n lange tijd? Wat is dan het meest gegeven antwoord? Ja, ik vraag dat ook niet, hoor. Ik stel die vraag meestal niet. Dus ik kan er ook geen antwoord op geven. Nee, want u vraagt niet... want ja, u bent natuurlijk ook gelukkig getrouwd van... hoe lang kan ik het nog met mijn vrouw uithouden? Ja. Heeft u wat tips? Ja, nee. Wat ik standaard altijd vraag is van waar kom je vandaan? Wat heb je voor werk gedaan? Wat deed uw vader? Wat deed uw moeder? Dat type vraag heb ik wel standaard in mijn bagage. Maar ik vraag eigenlijk nooit van hoe houden jullie het zo lang met elkaar vol? Want het blijkt gewoon dat het gelukt is. Krijg je ook niet bij dat soort gelegenheden standaard de klachten over de vuilniszak die altijd op de hoek blijft staan? En, nee, eigenlijk hè? Nooit. Mm. Nee, het is echt sporadisch dat mensen met een klacht komen. Op de een of andere manier realiseren ze zich goed van... nou, dit is niet het moment dat we dat aan de burgemeester moeten... Maar wordt u daar op andere momenten vaak over aangeklampt? Ook over, niet over veel, dat soort dingetjes? Hoor. Nou, in mijn mailbox zitten altijd wel wat dingen, maar... we hadden het net over het beeld van de burgemeester. Kennelijk bestaat toch wel het beeld van... nou, daar moet je hem niet mee lastigvallen. Ik krijg veel mails. Maar daar is de tijd te kostbaar voor. Een ja, dat idee. Men realiseert zich dat wel. Nou, als je echt een mail of een vraag krijgt, dan gaat het ook wel ergens over. Heel persoonlijk is het vaak dan. Ja, persoonlijk. Of er is echt iets ernstigs aan de hand. Iets groots. Iets wat mensen helemaal bezighoudt. Dan weten ze mij te vinden. Goed, misschien dat we het daar een volgende keer over kunnen hebben. Want we zijn alweer door de tijd heen. Ik wil u ontzettend bedanken dat u heeft willen aftrappen deze gesprekken. Heel erg bedankt, de burgemeester van Noordoostpolder, Auke van der Werf. Graag. Word vriend van Omroep Flevoland.